Vandaag heb ik een nationaal beroemde gast in mijn programma. Gerard Cox, bekend van ze toen wat... een tunneltje graven, hè? Met die Noord-Zuidlijn. Een hele chauvinistische Rotterdammer. Je hebt in Rotterdam elk jaar de Europa-run. Dat is voor het goede doel. Dat is staan er honderdduizenden mensen op de Coolsingel. Ik heb er nog nooit een bericht over in de Volkskrant gelezen. Laat staan dat ik er een shot van op de televisie heb gezien. Komt zo aan de orde. Gerard Cox, bekend van Toen was gelukt... Als de 6 bootjes met versierde nichten door de grachten varen, dan is het voorpagina nieuws. Voorpagina nieuws. Gerard Cox. Cox is een erg Rotterdamse naam, hè? Nou, dat geloof ik niet, hoor. Het is meer Brabants en Limburgs, hè? Oh. Cox. Daar komt mijn vader ook vandaan. Althans, zijn familie. Oh, hoe zit dat dan? Mijn overgrootvader was de dorpsonderwijzer van de achtzaligheden. Dus dat is Bezel, daar, in die hoek Merksel, waar de varkenspest... Dat zal best. Ja. Maar daar was mijn overgrootvader was daar dorpsonderwijzer. En zijn zoon, dat is mijn opa, die was bij de douane. Dus die kwam overal. En die kwam op een gegeven moment in Rotterdam terecht. En mijn moeder komt uit Gelderland. En die zijn dus, mijn vader en moeder zijn getrouwd. En wij zijn dus allemaal geboren in Rotterdam. En wie zijn wij? Mijn broer, die is 4 jaar ouder. En mijn zusje, die is helaas overleden, maar die was 4 jaar jonger. Ik ben van 40, mijn broer is van 36. En mijn zusje was van 44. En is hij recent overleden? Ja, een paar jaar geleden. Vergeet een gelukkig leven gehad. Maar ja, niks aan te doen. En hoe zit dat met jou dan? Ik heb een prima leven. Ja? Ik heb veel geluk gehad, mag ik wel zeggen. En ik heb het ook benut. En, om welk geluk bedoel je dan dat je gaat? Nou ja, je moet geluk hebben om de kansen te krijgen. Of moeten je dingen worden aangeboden in het theater of in de televisie of wat dan ook. En die heb ik allemaal. Die heb ik vrij regelmatig gekregen. Maar er dus ook iets van gemaakt. Dat is natuurlijk nog punt 2, hè. Mijn vader was voor de oorlog een kleine ondernemer, zeg maar. Die had een fabriekje. Maar toen die opgeroepen werd voor het leger, hoe heet het, gemobiliseerd in 1939, toen ging dat over de kop. In de oorlog... Mijn vader was een hele bijzondere man. Waarom? Die zat bij het verzet, zat hij om te beginnen. En heeft zich door die oorlog heen gerommeld. Heeft ook nog op een gegeven moment was hij verzekeringsagent. En na de oorlog kwam hij in de haven terecht als eerste administrateur en toen opgeklommen en dan baas heette dat. Een goede naam eigenlijk. Ja. Ja. Dus mijn vader was baas in de haven. Mijn ouders die hadden dus visie kennelijk, hè? Want mijn broer mocht om te beginnen naar de kweekschool, mocht op na de MULO. Was het de bedoeling dat je ging werken, hè? Want dan bracht je geld in. Er waren die scheepvaartkantoren allemaal. Maar mijn broer mocht doorleren, zoals dat heette. En ik mocht later ook doorleren. En mijn zusje mocht ook doorleren. Dus dan hadden ze toch dat getuigde van visie. En was het een creatief gezin? Ja, ik heb banjo leren spelen. Ik zou het niet meer kunnen, maar... mijn broer leerde piano spelen, mijn zus leerde ook piano spelen. En ik heb later ook piano leren spelen, zo'n beetje dan. En het muzikale, dat speelde zich toch voornamelijk in de kerk af, hè? Dat heb ik ook altijd ontzettend leuk gevonden, om in de kerk te zingen met het Gregoriaans wat je toen nog had. Maar dan ook liedjes.
En dat was vooral met kerst en met Pasen. En dan was dat ook thuis, had je kerststalletjes staan, hè, en allemaal kerstliedjes zingen met z'n allen. Ja. Op jonge leeftijd, de oorlog eindigde toen je 5 was. Ja. Toen ben je dus opgegroeid in dat Rotterdam-Zuid. Maar waar precies in Rotterdam-Zuid was? Nou, dat was een hele, zeg maar, wat je zou kunnen noemen een landelijke omgeving. Want dat was, ik woonde tegen Tuindorp aan. En Tuindorp, dat zijn allemaal huisjes en tuintjes. En dat is, geloof ik, nog zo. Het is wel gedeeltelijk gerenoveerd en zo natuurlijk. Maar ze wilden het op een gegeven moment tegen de vlakte gooien. Maar dat willen die mensen natuurlijk niet, want die woonden daar op. Dus dat was een beetje arcadische omgeving. Het Slag heet dit hier. Die huisjes is prachtig. Hè? Dat, ja. Die zijn natuurlijk wel groter gemaakt, denk ik. Die koekoeken daar bovenop. Ja. Die zijn volgens mij ooit erop gezet. Maar wat waren dan tuindorpen? Dat was een arbeidersparadijs, hè? Oh. In de jaren 20, denk ik dat het was. Misschien voor de Eerste Wereldoorlog, maar ik denk het niet. Kwam iemand op het idee dat arbeiders ook recht hadden op een leuk huisje met een tuintje. Het was als reactie op de erbarmelijke woonomstandigheden in de binnenstad dat een aantal vooraanstaande Rotterdammers het initiatief nam tot de bouw van een tuindorp in de polder Karnemelksland op Rotterdam-Zuid. Van het liberale stadsbestuur moesten de arme sloebers het niet hebben. Dat had het te druk met de groei van de haven. Het was aan het particulier initiatief dat woningbouw werd overgelaten. Het was in 1918 dat de eerste woningen door de nieuwe bewoners werden betrokken, die in veel opzichten pioniers waren. Is dat ook iets waar jij in gewoond hebt, in zo'n soort haven? Nee, maar wel er tegenover. Ik woonde op de Bree en aan de overkant van de Bree, daar begon Tuindorp. Oké, maar... En daar woonde mijn oma, dus ik ken die huisjes je wel. Je kent die huisjes wel, ja. En wat mij dan opviel, maar dit is in mijn eigen jeugd ook, dat alles zo klein was. Klein, ja. Als je terugkomt is alles zo verschrikkelijk klein. Ik heb tot mijn 21ste samen met mijn broer geslapen in één bed, op zolder, op de Bree daar. Ja. En toen gingen we pas naar Lombardije. Dat was een nieuw gebouwde wijk. En daar kregen we ieder onze eigen kamer. Nou, dat was een ongekende luxe. Ja. Heb ik het over 1960. Ja. Ongekend. Maar dit is nou heel geciviliseerd. En ik vind het mooi gemaakt. De speelweide heette dat. Hier voeren wij met... mijn vader had van een klomp een zeilscheepje gemaakt. En dan voeren we hier in die vijver. Oh? Dat mocht ook weer niet, maar... Waarom niet? Weet ik niet. Niks mocht. Dus als er een agent aankwam, dan moest je gauw wegwezen. Ook als je aan het voetballen was, hè. Ah. Jut, bal in je zak. Heette dat zo? Ja. Roepen tegen elkaar en dan maar lopen. Ja, ja. En die agent was altijd op een fiets. Maar dan ging je gauw die paardjes in. Ja. En dan kon je niet meer volgen. Ja. En dan gingen we met de autopet, dat was natuurlijk leuk, gingen we dus om naar omlaag. Ja. Maar toen kwam er weer een agent. Toen was ik te laat. En toen kreeg ik een waarschuwing. En toen moest ik zaterdagmiddag op het postie komen, op het politiebureau komen. Postie. Hoewel mijn moeder dacht minstens dat ik toen ik op dat politiebureau moest komen, dacht dat is het begin van het einde voor ons Gerardje. Ja. Wat zal ik toen geweest zijn, ja, of 10? Draaide crimineel. Ja. Gerard C. Ja, mijn moeder was een huisvrouw, hè. En ik zou er geen kwaad woord van willen zeggen. Nee, maar... Zij rustte in vrede. Ja, maar wat voor rol, wat voor invloed had ze op jou? Stimuleerde ze jou? Of was ze... Ja, mijn moeder... Mijn vader werkte natuurlijk altijd, hè. Dus dat was met... denk van de meeste van die mannen in die tijd, die werkten alleen en die kwamen thuis. Ja. En dan waren ze doodmoe. En dan vielen ze in de stoel in slaap. En dan kregen ze nog op de donder ook. Dat maar die werkten, die waren moe. Die waren hartstikke moe. Ja. En mijn moeder was wel degene die ons stimuleerde. Mijn moeder las veel. Dus ik heb ook mijn hele leven altijd veel gelezen. Mijn moeder was muzikaal. En
Maar mijn vader ook. Dus mijn moeder was wel een stimulans voor ons, ja. Hoe was ze bijvoorbeeld lid van, dat had je, heel veel operetteverenigingen of toneelverenigingen? Nee. Of wat deed ze buiten de deur nog iets? Mijn moeder kon heel goed gedichtjes maken. Dat deed ze, maar dat heeft ze gedaan tot ze trouwde. Daarna, maar dat haalde ze wel eens tevoorschijn. Dat waren hele leuke gedichtjes. Mm-hmm. En later, toen ze heel oud was en daar dus weer tijd en mogelijkheden voor had, toen ging ze dat weer doen. En dat deed ze hartstikke leuk. Dus daar heb ik wel een beetje mijn poëtische inslag van, denk ik. Want dat was verdomd goed. Dat rijmde goed en dat was me goed van metrum. Ja, was dus niet modern, zou ik maar zeggen. Ja. En de tekenen van hier gaat een artiest geboren worden, die zijn vrij jeugdig, zei jij. Ja, Toon Hermans heeft dus een liedje geschreven, of een gedichtje geschreven. Ze hebben me op het biljart gezet en ze wilden dat ik zong. Dat het bij hem eigenlijk zo begonnen was. En dat was bij mij ook zo. Ik werd altijd op een stoel gezet en dan moest ik moppen vertellen. Of liedjes zingen. Nou, vanaf mijn achtste, negende, denk ik. Ik kon goed moppen vertellen. Dat kan ik trouwens nog goed. En ja, Gerardje moest voor ooms en tantes het wensje doen. Hè. Je had nog wensjes vroeger bij verjaardagen enzovoort. En later mijn zusje ook weer. Mijn broer was niet zo'n... het is natuurlijk allemaal draafgengerigheid, is het? Nee. Dat had mijn broer niet zo erg. Die had iets van, laat me gerust, om het op z'n Vlaams te zeggen. Zullen we daar langs lopen? Als ik nu aan het Zuiderziekenhuis denk, wat nog steeds een prachtig gebouw, het staat nou trouwens weer leeg. Maar goed, mijn vader heeft een keer zijn been gebroken, onder zijn fiets. Terug met de fiets, met al die gasten, weet je wel, honderden... over de Rozenstraat en toen bij de spoor, daar had je een spoorwegovergang in de tijd. Ja, dat weet je. En ja. Daar moest je dus wachten en toen bij het weer opstarten, toen die trein voorbij was, die waren daar altijd aan het rangeren. Toen viel die onder zijn fiets en brak hij zijn been. En toen kwam die hier in het Zuiderziekenhuis terecht. Oh, wat een prachtig gebouw. Het is een prachtig gebouw, maar het is nu gefuseerd met... het Clara ziekenhuis, als ik het goed zeg, dat staat ook leeg. Maar waarom zijn die leeg dan? Ja, vertel mij het maar. En dan hebben ze dus een nieuw groot ziekenhuis opgetrokken. Dat zal wel prachtig zijn. Ja. Het Maastad ziekenhuis. Mm-hmm. Ja, en daar zit nou alles. Maar dit was mooi en het is ook groot. Ik denk toch ook niet dat het te klein was voor het beveiligd. Ja. Ja. Kunnen we niet door? Nee, dat kan niet. Maar hier ook niet? Oh, nee, ik kom hier niet lang. Ik zou daar binnen ook wel willen kijken. Het heeft iets weg van het Wilhelmina gasthuis in Amsterdam. Aha. En dat werd het zal weer niet op iets in Amsterdam lijken. Heb je daar moeite mee? Hè? Dat is jullie referentiekader Amsterdam. Verder weet je niks. Hoezo weet ik niks? Nee, jij wel. Ik wel, toch? Ja. Maar dit is toch zonde om dit leeg te maken. Ze zullen er wel iets mee gaan doen, neem maar ik sinds aan. Sinds wanneer staat het leeg dan? Nou ja, ik kom hier ook niet elke dag, maar ik denk sinds een jaar of twee, drie. Nou, dan had er toch al lang activiteit moeten... Het is crisis, meneer De Groot. Ja, dag. Dus er is nergens geld voor. Ja, dag. Hier kan je iets prachtigs mee doen natuurlijk. Jongen, voor studenten is dit toch ideaal om een soort campus te maken? Ja. Kijken, dat binnenterrein en allerlei... Maar ja, dus de universiteit staat aan de andere kant van de rivier. Dus misschien is dit te ver weg. Dan zijn dat net Amsterdammers, weet je wel. Er staat een tram voor de deur. Ja, dat is waar. Dan zo. Ja. Ja. Sporthal en daar heb ik nog gezaalvoetbald met de Stappers. Zo heette onze club. Kijk, dat is een oud gebouwtje. Ja, dat is leuk. Dat is nog van die tijd natuurlijk. Ja. Garage. Er staan ook wel wat autootjes. Ja.
Dat is toch fantastisch. Wat heb ik met jou te maken? Nou, dat, kijk, dat is dat gebouwtje daar. Ja. Dat was, vroeger heette dat Spes Bona. Ja, en nu nog? Kennelijk niet. Nee. En dat was het wijkgebouw van de parochie. Ja. Daar gebeurden dus de feesten en de toneelvoorstellingen. En daar, meneer de Groot, heb ik mijn eerste stappen gezet op het podium. Oh ja? Wat deed je dan? Daar. Nou ja, toneelstukken, hè. Eerst met de lagere school, dus dan, ja, wat waren dat voor stukken? Repelsteeltje. Maar later, er was de parochie had een eigen toneelclub. Dus toen was ik een jaar of 16, 17, 18. En die heette The Waves, op een of andere onnaspeurlijke reden. En toen dacht ik, als ik daar... Want dan gingen we naar die voorstellingen kijken. En ja. Die speelde dan Het Biechtgeheim. Ja. Dat soort stukken, hè. Maar wel. Het was het mooiste wat ik ooit gezien had. Ja. Toen dacht ik, daar wil ik ook bij. Ja. En verdomd, toen werd ik aangenomen. Ja. En daar heb ik hier nog heel veel keren gespeeld. En hoe groot... Dit was de ingang van de zaal? Nee, dat was de ingang. Daar. En wat was dit dan? Dit is, weet ik niet. Maar was de grote zaal? Ik denk dat nieuw is, zie je het? Oh. Ja, een vrij groot... Nou ja, groot. Toen vond ik dat groot. 200-300 mensen. Nou... Oh, kijk, hier wordt geklust, of niet? Wat, of niet? Ja, een beetje een rommel. Nee, het is nog steeds, kijk, dit is een beetje een toneelspul. Ja. Toneelspullen zijn dit. Ja. Dus ik denk dat ze nog steeds een dat ze nog steeds een zaal... Ja, kijk, hier ook. Ja. Kijk, dit hoort er niet meer bij. Maar dat is wel eraan vastgezet. Maar... Nee, daar kom je niet in. Nee, dat... Zullen we... Ik loop eens even om, even kijken daar of... Ja, het is wel... Daar is die ingang. En hier bracht ik dus... Ja? Schoenen rond, hè? In heel Vreewijk. Schoenen? Mijn oom die had op de... Beukendaal. Ja? Het zijn allemaal dalen, hè, hier. Ja. Hoewel, hier heet het inmiddels Molenwei en dit heet de Enk. Maar daar zijn het allemaal dalen. Ja? En op de Beukendaal had mijn oom een hele goede schoenmaker. Dus dan ging ik uit school om een uur of 4, 5 met mijn fiets naar mijn oom toe. Dan bracht ik die schoenen dus rond met een tas met geld. Met wisselgeld. Zo'n melkboerentas. Door dat hele Vreewijk, maar ook verderop nog tot in IJsselmonde. Dan had ik de pest aan, want dat was fietsen. En dan kreeg ik 6 gulden in de week. In weer en weer. Dat is toch geld. Het is wel jammer, ik had het... Ik heb gebeld. Ik hoor de bel overgaan. Maar het is jammer, want ik had jou nog wel even in dat oude zaaltje willen zien staan. Ja, ja, ik ben er zelf nooit van mijn leven meer geweest. Ja. Ja, dat is nee, helaas. Dat kunnen we de kijkers niet bieden. Nee. Nou ja, ik wilde dus eigenlijk aan het toneel. Ik ben, in 62 heb ik examen gedaan voor de toneelschool. Daar ben ik voor gezakt. Waar was dat? In Amsterdam. Maar toen maakte ik al liedjes met de gitaar. En toen ben ik met die gitaar doorgegaan. En ik heb me later gerealiseerd... Ik ben de deur uitgelopen met de gitaar. En ik heb er toch 50 jaar van kunnen leven. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Gitaar werd pianist achter je. Dat werd cabaret. In Nederland wordt het altijd cabaret. Toen heb ik musical gedaan. Dat is me ook allemaal aangeboden. En daar heb ik veel mazzel mee gehad. Lieve mensen in die wijken, doorbreek de rotzooi als je kan. Zit nou niet voor je uit te kijken, want daar heb je ook alweer niks aan. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dat realiseert, hoe draafgangerig ik altijd geweest ben. Altijd nood door moeten en alles moest ervoor opzij. Tot ik een keer van Wim Kan las... Als je leeft voor je programma, dan heb je geen leven. Maar als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. En... Wacht even hoor, die is ingewikkeld voor me, de Groot. Als je leeft... Als je leeft voor je programma, dan heb je geen leven. Ja. Maar als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. Ja, ja, ja. Ja. En zo erg is het bij mij nooit geweest. En dat vind ik ook... En ik ben ook niet zo goed geworden als Wim Kan...
Maar Wim Kan, die leed echt onder het vak. Hè? En, ja, ik heb ze dacht. Dat vind ik eigenlijk. Dat ben ik, goddank, ik heb er altijd van genoten. En dat heb ik weer geleerd van buitenlandse regisseurs. We hadden op een gegeven moment een Engelsman die regisseerde mijn tweede cabaretshow, zeg maar. En dat was een hele goede. Die gasten, ja, dat zijn figuren die ze uit Londen haalden. Waar ze vandaan haalden, weet ik niet. Die waren altijd goed. Ook bij Mounties heb ik ze meegemaakt. En bij later met Pleun en Hugo toneelregisseurs. Die gewoon, ik heb bij Promises heb ik meegemaakt aan Amerikaan, Fred Hebert. En dat waren gewoon mensen, ja, die het niet zozeer, die er niet zo ingewikkeld over deden, maar die het als vak beschouwden. En op een gegeven moment waren wij krom van de zenuwen. Gingen we de eerste doorloop doen en die man zat in de zaal en die riep toen: enjoy it, ja, ja. Have fun. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, zo is het ook. Ja. Wees blij dat je dit mag doen, dat je niet op een bakkerskar zit of in de haven staat. Kijk, hier hebben we met dit zootje, dus hier zit André. Dat is Van Duin dit. Ja. Ja. Hebben wij het afscheid gedaan van meneer Wiegman als directeur van Over Luxor. Ja, ja. Jij was hier jaren directeur. Dat is voorbij. Daar is de deur. Een soort kroeg gemaakt met waar allemaal mensen een liedje kwamen zingen. Nou, ik zou zeggen, zoek een plaatsje, jongen, want dat zal wel druk worden vanavond. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten? Bert, spelen. Speel zoals je nog nooit gespeeld hebt. Speel goed. Het is in ons kleine dorpje een beetje raar gesteld met twee Luxors, het nieuwe en het oude. En dat oude zou verdwijnen, werd ons iedere keer verteld. Maar wat blijkt, dat oude blijven ze maar houden. Dat staat nog trots en stoer, nog steeds niet naar zijn moer. Wie stond zo 25 jaar bij het oud en het nieuw aan het roer? Dat was die kleine man, die kleine grijze man, die ongewone man met dat directiepakje Jan. Hij gaat nu met pensioen en is dus voortaan boven Jan. Het ga je goed, Rob Wiegman, Luxor's grote kleine man. Die vrouw die naast hem, wie is die vrouw? Die vrouw naast, dat is mevrouw Wiegman. Is dat mevrouw? Mevrouw Wiegman. Maar wie is dan die blonde stoot waar die van de week nog maar onder de deur? Ja, dames en heren, er komt een tijd dat ik niet meer op het toneel zal staan. Ja, ga een beetje op je horloge zitten kijken. Nou, dit is het nieuwe stuk. Alles wend behalve een vent. Ah. Wat geinig. Wat geinig. Ja, dat wordt leuk. Moet je elke avond ook zo... Nou ja, ik ben zo'n soort man, hè. En daar verwart men mij dus ook mee. Men verwart mij met Jaap Kooijman. Ja. Dat ben ik niet, dat speel ik. Ja, maar dat is maar soms goed, wel erg lastig. Maar goed, daar komen ook weer voordelen uit. Hij zal wel niet dit of hij niet dat. Maar ja, dat geeft allemaal niks. Wat van Kooijman een hele filosofische goede spreuk was, was... Daar waar de man... Woon, draag hij de kroon. Juist. Waar de man woont, draag hij de kroon. Die is van Sjoerd. Ja, okay. Waar de man woont, draag hij de kroon. Ja, maar ook op zo'n Rotterdam, ja, ja. Waar hij woont. Woon, ja, zonder woon. Ja. De heer des huizes, snel ben ik. Waar de man woont, draag hij de kroon. Hier. Hij zei dus ook altijd... Mijn naam staat hier op de deur. Dat was van een vriendin die ik toen had. Haar vader zei dat altijd. Mijn naam. Ja. Dat kan je niet verzinnen. Nee. Dat is met daar hebben we zoveel geluk mee gehad met Thomas. Geluk dat, zoals Sjoerd als ik... Hetzelfde dachten daarover dat je dus bijvoorbeeld altijd namen zocht uit, met wie je op de lagere school had gezeten. Want dat kan je niet verzinnen. Ah, ja. Hij had dan op een gegeven moment, hadden we een meisjesnaam nodig en we mochten om de beurt. En dan zei hij Annemarie Mokkenstorm. Annemarie Mokkenstorm, dat kan je niet verzinnen. Nee, dat kan je niet verzinnen. Nee, oh, die manier, ja. En, ja. En de mensen die bij ons woonden, Stokvis, die wonen bij ons tegenover. Ja.
De Greef, die woonde onder ons. Harmsen, dat was de voorzitter van Ajax toen. Ja, oh ja, 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 ja. Die, en die had toen een assistent, die heette Guyboom. Maar die jongen was niet leuk genoeg, dus die hebben we eruit geschreven. De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Nelly Kooijman, goedenavond. Dag Jaap. Nelly Kooijman. In de serie heet het Oranje Boomstraat. Ja. Maar in Oranje Boomstraat heb je zulke huizen niet. Oh. Maar dat heb ik toen zo genoemd. Ja, ik weet niet waarom. We hadden elke straat kunnen noemen. We hadden het ook Goreese straat kunnen noemen. Maar het idee kwam dat je een dat sitcom, je dus boven, omdat, sitcom wilde maken. Dat je dus de mensen die bellen, die staan gelijk voor de deur. Ja. Nou, dan, dat heb je dus niet. Nee. Als je moet bellen, weet je wel, dan trekt er iemand aan de touw. Wie is daar? Ja. En dan moet je die trap op. Maar zulke huizen waren het niet. Nee. Maar gewoon gelijk met een stenen trap erboven. Maar die loopt ook weer anders dan ik dacht. Ja. Want wij hebben hem zo gemaakt. We hebben die opening veel groter gemaakt. Ja, en daar was de hoek. Het gaat dus om de ingang. En dan was hier, de wasserette gekomen later. Hier. Goedemorgen. En het mooie is dat het taboe op naakt, dat vooral ontstaan is in de Victoriaanse tijd, dat wordt doorbroken. Naakt? Bloot. Ja, ik weet wel wat naakt is. Nou dan. Nou, wat is daar dan mee? Kijk eens hoe mooi. Jongen. Dat is het. Dit is veel kleiner dan ik dacht. En bij ons loopt die stenen trap loopt gelijk. Loopt zo recht omhoog gelijk. Ja. Maar hier loopt hij dus hier. Oh ja. In tweeën. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Ik wist niet dat dat zo was. Maar dat geeft niet. Maar het is wel de inspiratiebron voor 219 afleveringen. 229. 16 jaar. Hebben die mensen ooit geweten die hier woonden dat dit de inspiratiebron was? Dat denk ik niet. Zo'n lange televisieserie. Dat denk ik. En het lijkt er dus ook eigenlijk niet op. Behalve de structuur is het heel anders. Godsamme. Ik heb hier gewoond van 63 tot 65. 2 jaar. Dus van je 22e tot je 25e jaar? Op de bovenverdieping. Ja. Bij mijn schoonmoeder. Oh, ja. Dat geloof ik toch niet. Hè? Oh, ja. Twee kamertjes. Is die schoonmoeder ook geïnspireerd op de werkelijke schoonmoeder? Ah ja, dag jongen. De schoonmoeder uit de serie is een cliché. Hè? Dat is iemand om op te schelden. En, ja. Ja, maar nee, ik had een hele leuke schoonmoeder. Dag jongen. Nee hè. Lekker gewerkt. Ja. Ik wel, ja. Keihard gewerkt. Jij niet natuurlijk. Jij bent alleen maar een dure verdrees. Maar en ik zijn naar de film, ja. Het eten staat op fornuis. Hé? Briefje ligt op tafel. Ik heb weer eens een vrouw. Kom gesloopt van mijn karwei. Denk lekker eten samen met mijn echtgenote. Ho maar. Dag. Jongen. Maar vond je het niet frustrerend op een bepaald moment dat... De dingen die je maakte met een diepere laag, dat je daar meer voor moest knokken om die populair te krijgen dan bijvoorbeeld een serie als Toen was geluk heel gewoon? Ja, maar meen je dat nou? Ik bedoel, de diepere lagen van Toen was geluk heel gewoon, die zijn net zo diep als de lagen van onder professoren van W.F. Hermans. Het is niet zo dat het gemakzuchtiger is of zo. Of, ook al niet. Moeten de mensen... De mensen moeten erom lachen. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja, maar jij gaat mensen aan het lachen krijgen. Ja, maar jij gaat nou al meteen in de verdediging. Ja, omdat ik diepere lagen, dan denk ik nou... Ik zou maar zeggen... Dat heb ik ook eens in een recensie gelezen. Hè? Hans Cox had dan een plaat gemaakt en die ging dan gelukkig... ik weet niet hoe het er stond, maar van hij leunde niet aan tegen het populaire. En dan denk ik...
Wat is er verkeerd aan Het is weer voorbij die mooie zomer? Dat is een prachtig lied. Daar zit geen regel verkeerd in en geen woord en geen lidwoord ook. En dat is schitterend gearrangeerd door Rogier van Otterlo. Het is een buitengewone melodie en dat is een gigantisch succes. Maar dat heeft toch niet minder diepe lagen dan, ik zal maar zeggen, Arme Ouwe, wat ik zong bij, bij Lurelei. Nou, het is allemaal hetzelfde. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens, hoor. Nou, dat is dan jammer. Nee, maar je ging net in de verdediging over die lagen. Ja. Maar dan leg ik het misschien verkeerd uit. Want dan pak ik mezelf op. Ik ben 17 jaar lang chef sport geweest van NOS Radio. En de insiders kenden mij wel, maar ik had ontzettend veel moeite om serieuze dingen erdoor te krijgen, om serieus beoordeeld te worden door dat imago dat ik had bij de Dik voor elkaar. Ja, maar dat ligt niet aan jou, dat ligt aan die mensen. Daarom zeg ik juist, het is in wezen. Als je je werk goed doet, en dat werk is verschillend, dan is dat allemaal goed. Maar het feit dat jij dus, verschrikkelijke leuke grap maak, wil niet zeggen dat als ik een keer met iets serieus kom, ten eerste wil dat niet zeggen dat dat beter is, maar ten tweede wil dat niet zeggen dat je niet geloofwaardig zou zijn. Waarom? Maar heb je daar geen last van gehad, Gerard? Ik vond je af en toe zo nors overkomen. Ja, maar ik kom nors over, maar ik ben de vrolijkheid zelf. Echt waar? Ja. Er heerst in mijn ziel een diepe rust. Maar ik kanker de boel graag van me af, wat me niet bevalt. Dan ben je er ook vanaf. Ja. Als je je mond houdt, dan pot je dat allemaal maar op. Ja. En dat, daar heb ik geen zin in. Nee, maar dat gaat wel. Je imago kan dat. Nou ja, ik heb er natuurlijk veel last van gehad dat, nogmaals, de vooroordelen waren dermate dat ik niet meer bij de linkse kerk hoorde, omdat ik succes had. En dat is echt het laatste wat ik erover zeg, hoor, want dat is allemaal al 35 jaar geleden. En nu zou je denken, goddank, ik hoor niet meer bij de linkse kerk, maar toen vond je dat erg. En daar heb ik last van gehad. Maar als ik toen geweten had wat ik nou weet, dan had ik daar niet zoveel last van gehad. Dan had ik gedacht, lul maar aan. Hey, zullen we het eens even terughalen op je geboortestad, Rotterdam? Ja. Wat is daar nou zo bijzonder voor je aan? Want ik heb een voorgesprek met je gehad. En voor ik dat voorgesprek ging houden, heb ik inlichtingen over je ingewonnen. En toen zeiden ze, Cox kan niet langer dan 2 uur in Amsterdam zijn. Klopt dat? Niets van waar. Oh. Dat is ook weer zoiets, hè? Dat is ook weer. Ik heb in mijn leven meer in Amsterdam gewerkt dan waar ook. Maar niet met plezier? Jazeker. Oh. Amsterdam is een hele leuke stad. En ik kom er altijd graag. Ja. En ik ga er ook altijd graag weer weg. Ja. Het is een soort openluchtmuseum, is het, hè? Daarom begrijp die grote mond ook. Die grote mond begrijp ik ook nooit die ze hebben, want het is allemaal juist zo schattig. Die grachtjes en die greveltjes en die trappen. Maar hebben Amsterdammers een grote mond dan? Ja. Je hebt in Rotterdam elk jaar de Europa-run. Dat is voor het goede doel. Er staan er honderdduizenden mensen op de Coolsingel. Ik heb er nog nooit een bericht over in de Volkskrant gelezen. Laat staan dat ik er een shot van op de televisie heb gezien. Maar als de 6 bootjes met versierde nichten door de grachten varen, dan is het voorpagina nieuws. Dat zijn de dingen die mij wel eens steken. Ja, en dan ben je ook nog fan van een club die niet al te vaak kampioen wordt. Nee. Nee. Wat dat betreft, maar ik bemoei me helemaal niet meer met het betaalde voetbal. Ik vind het een lachwekkend, uit de hand gelopen iets. Maar vroeger, ik ga natuurlijk vanaf mijn 6e jaar naar Feyenoord met mijn grote broer. Voor zo'n zinken kwartje, wat je toen nog had. Kon je dan op G kon je staan. En in de jaren 50 en 60 voerde Feyenoord natuurlijk de boventoon. Maar het waren ook de eerste die dus in 70 de Europa Cup wonnen. Dat heb ik gekregen van Jan Linssen, de oude linksbuiten van Feyenoord. Maar ja, met Feyenoord is het meestal meer dat. Hè? Wat? Een huilende... Ja. Dat is een variatie op het... Ik vind het een leuke club tegenwoordig. Ik vind het ook een leuke club, maar ik kom er nooit meer. Waarom niet? Nou, ik vind dat hele betaalde voetbal vind ik een farce. Ja, zo. Dat is toch zo? Ja. Mensen die 20.000 pond... Dat heb ik ook.
20.000 pond per week verdienen. Dat vind ik niet meer beschaafd. Ja, maar dat is toch niet in Nederland? Nee, maar in Nederland... Er kwam dan een, toen ik, de laatste keer ben ik geweest bij het afscheid van Giovanni van Bronckhorst. En toen kwam er even een Feyenoord iemand naar me toe, wat ik zeer op prijs stelde overigens. Van, goh, je komt nooit meer. Nee. Maar toen zei die, nou, maar we zijn hier nou ook heel goed bezig hoor. Want we hebben paal en perk gesteld en er is een maximum. Ze kunnen daar niet meer verdienen dan 5 ton. Hm. Ik zeg, vind je dat weinig dan? Hm. 5 ton. Hm. Knulletje van 19 jaar. Hm. Nee, dat is uit de hand gewoon. Dat is niet leuk meer. Maar dat is toch niet de reden dat je niet meer kijkt of gaat? Of je ja, dat heeft ermee te maken. Dat ik denk, dat is een uit de hand gelopen iets. Hé, hey, en ik zie hier iets. Ja, dat hebben we na, hoe heet dat, om 5 uur, dat programma met Max. Daar wordt er zo'n tekeningetje van je gemaakt. En dat krijg je dan zo mee. Nou, ik vond het best aardig gedaan. Vond je niet? Maar ik zou zeggen, dit is een blinde tekenaar. Dit is meer een oud wijf dat hier zit, joh. Ja, ja. Ja, toch niet? Hij zag het zo kennelijk. Ja, ik denk dat je hem zo moet... zo lijkt hij beter, denk ik. Ja. Dit is een eiland, hè? Een Noordereiland, hè? Noemen we ja, dat, hè? Dat is omdat dit is doorgegraven. Ja. Dit is allemaal zuid. Dat is dus eigenlijk ook zuid. Ja. En dit is er doorheen gegraven om toenmalige havens te maken. Ja. En daardoor ontstond daar dus het Noordereiland. Oké, dus dat hoorde eigenlijk bij zuid. Dit is zuid. Noordereiland valt volgens mij ook onder zuid. Oké. En, als ik het nou goed zeg, dan ging elk half oneven uur, dus 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, en dan 6 minuten over, ja, of 7 minuten over, gingen die bruggen open. En die bleven dan open tot het hele uur ongeveer. Dat had natuurlijk te maken met de trein, maar ja, die reed natuurlijk op tijd. Maar als je dus te laat was, of je had nu opgelet, wat dan ook, en je wou dus of naar je school, of je kwam van de andere kant kwam je en je moest naar Zuid, dan stonden die bruggen een half uur open, tot het hele uur ongeveer. Dus ik heb hier heel wat met mijn fietsje gestaan. En als het dan regende, dan was dat niet leuk. Nee. Maar je had alleen dit en de Maastunnel. Wij gingen naar de stad. Dan gingen we dus met de tram, lijn 3 was dat, gingen we over de bruggen naar de Coolsingel. Maar die stad, in mijn tijd, was er helemaal niet. Want er was een kale, gebombardeerde, opgeruimde vlakte. Met midden in de Lauwerskerk. En dan ergens bij de Verbrugge stond dan het Witte Huis. En de rechterkant van de Coolsingel, omdat de linkerkant gebombardeerd is, de rechterkant van de Coolsingel stond er nog. En met het stadhuis, het postkantoor, het beursgebouw en het HBU-gebouw. En dat was alles. Maar aan de overkant, daar was niks. Waar nou de lijnbaan is, daar was niks. Dus dat heb ik allemaal in de loop van de tijd heb ik dat zien groeien. Maar wij moeten ons natuurlijk eens proberen te realiseren. Ik ben dus in 40 geboren, maar goed, dat was twee maanden voor het bombardement. Dus ik heb de oude stad nooit gezien. Ik heb daar een mooi lied over geschreven, wat Leentje Towers heel mooi heeft gezongen. Ik mis de stad van toen. Die stad waar onze ouders altijd over praten, over het hang en over de passage en over de vismarkt. Ik mis de stad van toen. Een wereld als een droom, een strohoed in de wind en het gesis van stoom, de geur van poetskatoen. De straat, een paradijs, want iedereen te voet. In de grachten schuilt en de laurenstoren hoger bovenuit. Het is weg, niks aan te doen. Ik mis de stad van toen.
wat dat geweest is voor die generatie. Dat die hele stad, dat die weg was. Dat moet iets ongelooflijks zijn geweest. Ik mis de stad van toen. Maar het is wel een mooi stukje Rotterdam, toch, hè, Gerard? Ja. We hebben hier gefilmd, hè? Ja, dat wil ik zeggen. Ja. De vriendschap. De vriendschap, hè? Het was geen succes, die film. Maar ik was dus de oud brugwachter die nog één keer in een dronken bui de boel aan het draaien heeft gebracht. Ja. En tijdens het draaien is die brug ook een paar keer op en neer geweest. Ja. Omdat moest je natuurlijk ook laten zien. Ja. Ze hadden een paar oude knarren opgescharreld die nog wisten hoe dat allemaal werkte. Hè. Dat zit daar bovenin. Ja. Van die grote wielen met van die grote draden. Ja. Maar toen die een paar keer op en neer was geweest, zaten we op een gegeven moment met een heleboel boven. Met de crew en met de camera en met een paar acteurs en ik. Ja. En toen ging die niet meer omlaag. Toen weigerde die. Oh, hè? Ja. Toen moesten natuurlijk allerlei mensen gebeld worden en gedaan en zo. Dat duurde een paar uur. Het was overigens in de zomer een prachtig weer. Ja. En toen ging hij weer naar beneden toe. Ja. En in dat naar beneden gaan was dan gefilmd dat mijn figuur... die sprong dan van die brug oprennend af op iets anders... en liep dus dat laatste stukje met de trap en zo... Maar dan hadden ze gelukkig een Franse stuntman voor. Dat hoefde ik niet te doen. En wat ik wel aardig vind om te vertellen, mijn vader, ik zei al, mijn vader zat in het verzet. Mijn vader was een held. En in de meidagen van 1945, toen zijn zij met een commando van de ondergrondse, hebben ze de bruggen bezet om te voorkomen dat de moffen... Ze zou opblazen. Het wraak. Ja. Maar het was een beetje te vroeg. Er kwam een vrij grote Duitse eenheid kwam eraan. Mijn vader was van 8, dus die was in 45, 37. Die was al tamelijk oud. Die knullen, die waren allemaal 20 natuurlijk in dat verzet. Dus die wilden dat uit gaan knokken. En mijn vader zei, nee, dat gaan we niet doen. We zijn gewoon te vroeg. We gaan weg. We gaan terug. Toen zijn ze dus gevlucht. De Oranje Boomstraat in. En daar heb je een soort veilingachtig gebouw. Ik weet niet precies wat dat is. En daar in die woningen hebben ze zich verstopt. Ja. Niet verschanst, maar verstopt eigenlijk. Hè? En 's nachts zijn ze één voor één de deur uitgegaan naar huis toe. En mijn vader ook. Maar als je nou mijn vader kent, die dacht... die wapens liggen daar nog. Dat moet niet. Die is de andere dag met een handkar is die teruggegaan daar naartoe. Heeft die wapens opgeladen met een zeildoek eroverheen. En zo weer langs de schildwacht. Weet je, als ze hem hadden gepakt, hadden ze hem ter plekke hadden ze hem afgemaakt. Maar was dat mei 45? Dat was mei 45, maar ze waren te vroeg. Het was misschien eind april. Ik weet niet precies. Ja, dat denk ik. Ze waren een paar dagen te vroeg. Ja, ja, dat was mijn vader. Een heel bijzondere man. Hey, de brug gaat open, dus... Kijk, daar gaat hij weer. Deze plek is eigenlijk een draaipunt in je leven, Gerard. Want daar zien we de wijk waar jij bent opgegroeid. Als we 180 graden draaien... Dan komt hier achter staat nou een boom voor. Ja, daar zien we niks van. Het Feyenoordstadion. Het stadion. En jij liep altijd naar het stadion toe? Tuurlijk, over deze brug. Wij woonden iets verder dus dat liep je. Ja. En dan zeiden mijn broer en ik, nou, we gaan vanmiddag niet hoor. En dan begonnen die mensen te lopen, weet je wel. En dan zo werd het steeds voller. Ja. En dan, want iedereen liep nog. Ja.
En dan om een uur of... Want, half drie begonnen. Twee uur begon de wedstrijd. Ja. Dus kwart van twee zeiden we, nou, we gaan toch maar. En dan gingen we toch gauw even mee zo. En hup, en dan kocht je hier bij losse kerels kocht je een kaartje. Dat kostte iets meer natuurlijk. Of je ging daar dus in de rij staan voor die loketten. Maar in de oorlog nog, dus toen was ik een jaar of vijf, speelden wij hier ook wel. En dan liepen wij over die bogen heen. Pardon? Tot bovenop toe. Pardon? En dan gleden we aan de andere kant eraf. En dan was ik 5 jaar. Over die bogen heen, ja. Bestaat het, hè? Dan liep je gewoon rechtop, niet een beetje kraken. Nee, we liepen hup en dan hield je je vast aan de lantaarnpaal. Dat weet ik ook nog goed. Nou, dan stond je bovenop. En dan gleden we hier zo naar beneden. En dan kwam er een oude vent. Ja. En die zei, jongens, dan moeten jullie thuis een matje gaan halen. Want anders krijgen jullie een vuile broek. Die zei niet, dat is levensgevaarlijk wat jullie doen. Geloof je het ook niet? Leuk. En dit hier, in de oorlog. Ja. En dan zochten we tussen de rails naar kooltjes. Om... Die van die kolenwagens afgelazerd waren. Ja, dus zochten we. Voor brandstof? Om thuis op te stoken, ja. Want je verrekte van de kou en van de honger. Maar dat jij dat nog weet? Ja, dat weet ik allemaal nog precies. Toen de oorlog eindigde toen je net 5 was? Was ik 5, ja. 5. De bevrijding weet ik nog heel goed. De Canadezen en maar mocht dat die dan jeeps die je dan voor het eerst zag. Je had nooit van leven een jeep gezien. Maar je had ook nog nooit van leven een reep chocola gezien of kauwgom. Nee. Was dat, en nylons had ik nou niks mee, maar hadden die gasten bij zich. Hè? Ja. En daar zie je dus een van de pronkstukken van Rotterdam-Zuid. De moskee. Dus je moet niet denken dat is de Efteling. Dat is een moskee. Ik weet niet hoeveel katholieke kerken er in Ankara staan. Maar wij zijn ook wat ruimer van opvatting. Hè? Wij hebben de vrijheid van godsdienst. Ja. Nou kon je hier vroeger inderdaad het stadion zien, maar, ja, maar daar moeten we even naartoe. Ik vond het altijd een feest om naar het Feyenoordstadion te gaan. Weet je wat ik altijd zo leuk vond? Als ik als Ajax-fan hier in het Feyenoordstadion kwam, ik kwam altijd uit de stad. Ik heb nooit hier van de trein gebruikt, maar dan kwam je hier binnen en dan ging je niet eens een trap op, maar dan stond je achter de doelen. En dan keek je ze zo in hun kruis. Het veld was hier. Ja, dat vond ik zo fantastisch. Met die afwateringsgootjes. Ja. Kwam je daar, stond je achter de goal. Daar heb ik vak X, daar heb ik ook veel. En als je dan geluk had, kwam de bal over het hek. Ja. En dan mocht je hem, hem teruggooien. Dan mocht je hem aan de keeper teruggooien. Ja. Dat, Daar staat trouwens het standbeeld van Koen Moulijn, hè? Oh, jammer dat ze... Jammer dat zijn beentjes zo dicht bij elkaar staan. Anders zou ik hem even kunnen poorten. Nou, hij kon jou wel poorten. Ja, hij kon er redelijk wat van. Hè? Kijk, hip. Hij is wel goed. Ja. Maar voor een beeld is het aardig. Het had zijn beweging moeten zijn. Hè? Koen was dreigend naar links en dan rechts lang. Ja. En zoiets had hij van. Nee, hij draagt naar rechts en links langs. Nou, zoiets had het moeten zijn. Ja. Maar ik ben wel blij dat ze hem hebben vereeuwigd. Ik ook. Vroeger ging je met een bonzend hart aan het stadion. Ja. En ik heb er 60 jaar gezeten. Maar ik. Ik wens ze al het goede en voor mij worden ze nu 8 keer achter elkaar kampioen. Wat moeten ze nou gaan veranderen? Ze hoeven voor mij niks te veranderen. Maar laatst vroeg iemand, maar mis je het dan ook niet? En toen dacht ik, nee, ik mis het eigenlijk ook helemaal niet. Gerard, welke gek zit er nou een olifant in de tuin? Ja, dat is een onderdeel van de Elephant Parade.
Wat is dat? Om kort door de bocht in Malakka een olifantenhospitaal. Waar ze die olifanten opvangen die bijvoorbeeld op een landmijn stappen en zo. Aha. En hebben ze dus olifanten gemaakt en die hebben ze door de stad heen gezet, door Rotterdam. Later ook door Amsterdam, later ook door Londen. Ja. Dus dat gaat dan. En toen waren ze een keer in Singapore, toen zijn we daar ook naartoe geweest. En ik heb ook een zo'n olifant gekocht, dat is dus allemaal om dat hospitaal te ondersteunen. Ben jij een man van liefdadigheid? Nee. Ik heb op een gegeven moment gezegd, artsen zonder grenzen en dan daar houdt mee op. Aha. Want je krijgt zo'n stapel gyro's, of je die mee in wil vullen. Ja, nou... Dus je moet kiezen. Nou, dan zeg ik dat, maar dan zit ik ook nog bij een paar loterijen. En dat is dan weer voor Blijdorp. Ja. Ik ga naar Blijdorp, ja. Weet je wel. Ja. Dus je moet iets... Je verdient geld, je moet er ook iets goeds mee doen. Ja, maar ik heb nooit zo'n zin om... Als ik die directeursalarissen van KWF... Laten we het daar eens over hebben. Hartstichting heb ik niet zo'n zin om daar ook nog geld aan uit te geven. Ja, maar meneer De Groot, Die zijn marktconform. Weet u wat dat betekent? Ik geef u 5 ton, ja? Dan geven wij mij 5 ton. Okay. Dan is het marktconform. Okay. Ja. Mensen die vroeger gewoon de directeur van de ING... die verdiende, laten we zeggen, 200.000 gulden. Ja. En nu zit er eentje die krijgt 1,7 miljoen euro. Ja. Maar daar kan hij niet mee. Daar kan hij niet mee voor de dag komen bij zijn collega's. Vanaf 75 woon ik hier. Terwijl ik nog wel eens gedacht heb, als ik oud word, dan verkoop ik dat allemaal en dan ga ik toch weer in de stad wonen in een of andere loft. Maar ik doe het niet. Nee? Nee. Ik blijf hier. Ja? Waarom? Als ik s'avonds thuis kom, laat, dan loop ik zo om het huis heen en dan hou ik die boom even vast. Ja. Dan is er wel een druppeltje al doorgegaan bij mij natuurlijk. En dan denk ik, nee, die boom laat ik niet in de steek. Ik blijf hier. Tenzij God help hem de brug over. Als je behoefter wordt, dan wordt het natuurlijk allemaal wat anders. Ja, maar daar kan je niet op inspelen. Vind ik van niet, nee. Nee. Hey, en wanneer stop je eindelijk met werk? Oh, ik heb geen idee. Een echte artiest, die wil niet thuis zitten natuurlijk, hè? Want dan is hij een artiest zonder werk. In die zin ben ik geen echte artiest, want ik zit heel graag thuis. Ik vind het fantastisch. Ik heb de laatste jaren dus wat meer tijd gehad. Je gaat je boekenkast eens inspecteren. Je denkt, verrek, heb ik dat boek nou? En ik heb het wel eens gelezen, maar ik lees het nog een keer of wat dan ook. Je kijkt bij je LP's. Ik heb een heleboel LP's. Die kreeg ik natuurlijk altijd mee vroeger van de grammofoonplatenmaatschappijen. Er zijn er nog bij, die heb ik niet eens opengemaakt. Daar buiten, dan zie ik bomen, jongen, dat ik denk, verrek, wat zijn die bomen al groot. En je hebt een hond? En ik heb een hond. En kippen? En kippen. Wanneer stop je dan eens met werken, joh? Ja, maar werken is ook leuk. Ja, ga een beetje op je horloge zitten kijken. En hij gooit in. En een rode kool. Na zo'n jongen van Oud-Beierland, zou ik maar zeggen. En die kopte die kool. En die ging gelijk gestrekt.